Hoi, welkom bij deze video over integreren met behulp van breuksplitsen. En die techniek kan je gebruiken bij integralen van de vorm zoals we die hier links zien. Je zou misschien nog even kunnen kijken, kan ik hier substitutie doen, maar dat werkt niet echt, want in de teller zou dan moeten staan 2x min 5. En daar staat x plus 2, dat krijg je nooit meer goed. Dus we hebben een andere techniek nodig en die techniek heet breuksplitsen. Die techniek werkt bij breuken van polynomen, heel erg in het algemeen. Dat kun je nog wat preciezer zeggen, maar dat zal ik hier niet doen. We gaan maar eens gewoon aan de slag. Ik wil het uitleggen aan de hand van dit voorbeeld in deze video. En de eerste stap is dat ik de polynoom in de noemer ga ontbinden. Ik kan het ontbinden als x min 8 keer x plus 3. X min 8 keer x plus 3. In de noemer en in de teller, die laat ik even onveranderd, dat is gewoon x plus 2. Oké, dx. Nou, de techniek die we gaan toepassen is, heet breuksplitsen. Dat heeft ermee te maken dat we deze breuk eigenlijk willen schrijven als de som van twee breuken. In die zin splits je iets. Want op zich zijn we namelijk nu nog niks opgeschoten. We kunnen dit niet uitrekenen. En als ik hem kan splitsen in de volgende vorm, dan zouden we een stuk verder komen. En de vorm die ik voor ogen heb is a gedeeld door x min 8 plus b gedeeld door x plus 3 dx. En het is een algemene stelling dat als wat hierboven lineair is en hieronder kwadratisch, als het van die vorm is, dan kan dat altijd zo'n splitsing. En daar kunnen we dus gebruik van maken. Maar hoe moet dat? Wat zouden die constanten a en b moeten zijn? Nou, dan ga ik eventjes hier rechts proberen na te rekenen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar een a en b, zodat x plus 2 gedeeld door x min 8 keer x plus 3 gelijk is aan a keer x min 8 plus b gedeeld door x plus 3. Nou, wat we kunnen doen hier om de vergelijking te vereenvoudigen, is iets wat je normaal altijd doet. Dus als je breuk hebt in een vergelijking, dan probeer je met de noemers te gaan vermenigvuldigen, net zolang tot je van die breuken af bent. Nou, je hoeft hier alleen met de noemer links te vermenigvuldigen met x min 8 en x plus 3. Dan gaat hier rechts ook de noemers wegvallen. Nou, als ik dat doe, dan krijg ik hier links alleen nog maar x plus 2. De noemer valt weg. Hier, de x min 8 valt weg tegen de x min 8 in de noemer, maar ik vermenigvuldig ook nog met x plus 3. Dus ik krijg al met al a keer x plus 3. En hier bij die b valt de x plus 3 weg tegen de x plus 3 waar je mee vermenigvuldigt. Maar ik vermenigvuldig ook nog met x min 8. Dus ik krijg b keer x min 8. En nou heb ik één vergelijking met drie onbekenden. En dan zou je kunnen wanhopen van daar vind ik nooit een oplossing voor. Maar dat is niet nodig. Je kunt hier eenvoudig de a en de b uit afleiden, want het moet waar zijn voor alle x. Dus ik kan de x... er zijn twee technieken en ik heb op het college één techniek gedaan en ik wil hier een andere techniek doen. Ik kan voor x invullen wat ik wil en als ik x slim kies, kan ik daar enorm mee opschieten. Ik ga nu eerst invullen, stel x is 8. Dat is handig, want dan valt deze hele term weg en ben ik van mijn b af. En kijk eens wat ik dan overhoud. Dan hou ik hier links gewoon een 10 over. Dus dan heb ik 10 is a keer 11. Dat is 11a. En a is dus 10 elfde. Vervolgens vul ik x is min 3 in. Dat moet nog steeds waar zijn. Dan vind ik, dit valt hier weg. Dan vind ik min 1 is... als ik hier min 3 invul, wordt het min 11. Dus het is min 11b. En b is dus 1 elfde. Nou, dat is eigenlijk vrij snel. De andere techniek uit het college was dit. Dat je het ordent naar x'en en naar constanten. Dan krijg ik x plus 2 is a plus b x plus 3a min 8b. Dan ga je eens goed kijken. Hier links staat een lijn en hier rechts staat een vergelijking voor een lijn. Als die twee gelijk aan elkaar zijn, moeten de richtingscoëfficiënten gelijk zijn en de constanten.
De rentecoëfficiënt hier is 1, maar ik kan dus concluderen dat 1 gelijk moet zijn aan a plus b. Dus a plus b is 1. En aan de andere kant de constanten 2 en 3a min 8b moeten gelijk zijn aan elkaar. Dus 3a min 8b moet 2 zijn. Nou, dan heb ik een stelsel van twee vergelijkingen. Daar kan ik de a en de b ook uit oplossen. Ik kan bijvoorbeeld de eerste formule met 3 vermenigvuldigen. Dan krijg ik 3a plus 3b is 3. En dan die onderste heb ik 3a min 8b is 2. Neem ik dan het verschil van die twee, oftewel ik haal de onderste van de bovenste af, dan is hier een 0, hier een 11b en daar een 1. En ook dan vind ik b is 1 elfde, net als net. En a plus b is 1, dus ik vind op dezelfde manier ook dat a 10 elfde moet zijn. Kies zelf je favoriete optie. Je hebt hier er dus 2. Deze. En deze. Maar goed, nou hebben we dit gevonden en dan kunnen we verder met die integraal. En ik kan hem splitsen in twee integralen. Die a is een constante, dus die kan ik er buiten halen. Dus ik kan gewoon schrijven, dit is 10 elfde keer de integraal van 1 over x min 8 dx plus b is 1 elfde. Haal ik er buiten. De integraal van 1 over x plus 3 dx. En dan hebben we geluk, want dit is gewoon een lineaire term. Dus die kan ik gewoon, één gedeeld door een lineaire term, kan ik gewoon primitiveren met de ln. Dat wil zeggen, de ln van de absolute waarde van x min 8. Is een primitief hiervan, nog wel keer 10 elfde. Plus 1 elfde keer de ln van x plus 3. Absolute waarde plus een integratieconstante. Nou zijn we al klaar. Dus dat is eigenlijk het hele werk. Het belangrijkste is dat je herkent dat je hier kan ontbinden, stap 1. Vervolgens dat je bedenkt van, hé, ik ga dit met breuksplitsen doen. Dat is dan even een klus, zoals die hier staat uitgelegd. Dan krijg je twee factoren, 1 gedeeld door een lineaire term. Die kan je primitiveren met de ln. En daarmee ben je klaar. Dat was hem. Succes ermee.